Heb jij binnen je organisatie te maken met tekort aan personeel... vergrijzing, hoge werkdruk en ziekteverzuim? Blijf dan de komende minuten even kijken. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik een oplossing voor jou heb. Ik kan jou helpen door met een andere blik naar werkprocessen te kijken. Complexe en eenvoudige taken zijn dan vaak te splitsen... waardoor je functies kunt creëren die beter in te vullen zijn. Nou, tegelijkertijd kan het ook bijdragen aan een efficiëntere personeelsinzet... fitheid van jouw medewerkers... En creëer je mogelijkheden voor al het onbenut talent dat aan de kant staat en graag wil meewerken. Nou, laten we eens even kijken naar het filmpje dat deze methodiek uitlegt. Bij veel organisaties zie je dat medewerkers naast hun kerntaak een heleboel ondersteunende taken hebben. Een docenten, bijvoorbeeld, heeft als kerntaak lesgeven, maar in de praktijk is ze ook druk met opruimen, toezicht houden, materialen klaarzetten enzovoort. En een zorgprofessional bijvoorbeeld heeft als kerntaak persoonsgerichte zorg bieden. Maar in de praktijk is hij ook druk met administratie, schoonmaken en bedden opmaken. Deze manier van werken heeft grote nadelen. Ten eerste, medewerkers hebben minder tijd voor hun eigenlijke taak. Ze raken daardoor vaak gefrustreerd of gestrest. Soms vallen ze zelfs uit vanwege de hoge werkdruk. Ten tweede, Organisaties maken onnodig hoge kosten, omdat veel ondersteunende taken worden gedaan door medewerkers die overgekwalificeerd zijn. En tenslotte, als samenleving laten we ook een grote kans liggen. Want er zijn in Nederland honderdduizenden werkzoekenden, waarvan een belangrijk deel graag ondersteunende taken zou willen doen. Bijvoorbeeld mensen die werk zoeken vanuit een baan of mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Kunnen we het werk niet slimmer verdelen? Ja, dat kan. Wij zijn het kennis- en expertisecentrum CHAO, opgericht door de Universiteit Maastricht in samenwerking met UWV. We hebben een methode ontwikkeld die heet Inclusief Herontwerp van Werk, IHW. Deze methode wordt al jaren met succes gebruikt in uiteenlopende bedrijven en instellingen. CHAO leidt professionals op om de IHW-methode toe te passen. Samen met het management analyseren deze professionals de organisatie. Kunnen we het werk slimmer organiseren? Zo ja, dan onderzoeken ze samen met de medewerkers welke taken de medewerkers precies hebben, wat je daarvoor moet kennen en kunnen en welke ideeën de medewerkers zelf hebben om het werk anders te verdelen. Uiteindelijk kunnen ze het werk letterlijk herontwerpen. En zo creëren ze nieuwe duurzame kansen voor mensen die werken en mensen die werk zoeken. Kortom, Ciao helpt organisaties om beter werk te realiseren voor iedereen. Nieuwsgierig naar wat dit herontwerp van werk voor jou en jouw organisatie kan betekenen? Laten we dan samen eens in gesprek gaan. Het zal ongetwijfeld leiden tot duurzame inzetbaarheid en inclusief ondernemen.